Op 10 november dan ga ik een sessie doen over de hybride leeromgeving, met name de fysieke leeromgeving daarin. En als ik denk aan leeromgeving, dat enerzijds wil je een leeromgeving hebben die hartstikke goed is, waar het fijn is om te verblijven, dat je lucht hebt om te ademen, prima. Dat is een element wat we willen hebben. Het moet functioneel hartstikke goed zijn, dus hoe kunnen we verschillende faciliteiten brengen. En je wil graag een leeromgeving die ook leerlingen stimuleert en motiveert om daar te komen, dat ze zin krijgen om dat te gaan doen, zodat je daar die elementen hebt. Nou, al die componenten, die heb je nodig in een leeromgeving. En met name het functionele en hoe je leerlingen motiveert en inspireert, dat is denk ik een element om daar neer te zetten. En wat ik graag wil doen is beelden delen. Dus ook laten zien van wat zijn nou elementen waar andere scholen mee worstelen of waar ze tegenaan lopen. Hoe kun je nou echt hybride onderwijs vormgeven? Hoe integreer je de theorie in de praktijk? Hoe kun je de theorie op een andere manier inrichten dat het ook heel praktisch en hybride gaat worden? En hoe doe je dat met de praktijkomgeving natuurlijk?